staat. Wij gooien vuur blaad. Kom op, dit is je moment. Alles moet hier anders graag. Heel anders dan vandaag. Kom op, dit is je moment. Pak je ideeën mee. Kom, je wist het te laag. Je zit veilig in je nachtroom. Maar het liefst wat allemaal gaat. Geen fantasie meer. Nu is het tijd voor een plan. En pak door, want als je nu niet nou, dan komt er niks meer van. Sta niet zo met je luister. Natuurlijk wel feesten en daarna weer saai met mijn moeder en dan komt Jan terug naar de flat. Hallo! Ach, Lieke, wat enig zeg! Wat zit jij nou te doen? Te filmen? God, ik zag laatst op de televisie ook zo'n meisje, weet ze ook alweer. Van Louise of zoiets. Nou zeg. Je kan kennelijk heel veel geld verdienen, hè? Door je te kleden als een slet. Wie zei dat? Nou, zeg, ik probeer Willemijn de hele dag te bellen, maar ze neemt niet op. Weet jij misschien waar ze is? Nee, sorry Tilly, ik heb Willemijn niet gezien. Oh. Ik kom nu weer verder met... Oh, het filmen. Nou, natuurlijk. Nou, dat gaat maar. Zeg... Als een van je ouders bij je is, zou je dan even willen vragen of ze mij opbelt? Ik heb iets voor ze. Jezus, wat heb jij allemaal bij je? Ik ga spandoek maken voor volgende week. Wat ga je doen dan? Klimaatstaking, dat weet je toch? Sarah, je bent 11. Ja, en jij 14. We schelen 3 jaar. Maar ik ga toch niet staken voor het klimaat? Zou je het wel moeten doen? Is goed voor de wereld. Is goed voor de wereld. Jij nog alleen maar weet hoe je telefoon werkt en de wereld vertelt wat je aantrekt, eet. Nou, dat vinden mensen best interessant hoor. Ik heb niet voor niets 12.000 volgers. Ja. En komende vrijdag komen er ook 12.000 jongeren demonstreren voor het klimaat. En dat zijn vast niet al jouw volgers. Heb jij enig idee hoe het bijvoorbeeld met de bijen in Nederland gesteld is? Weet je, Lieke? Het gaat om onze toekomst. Onderzoek van Harvard University toonde aan dat neonicotinoïden bijenmoordenaars zijn. En we nu geconfronteerd worden met een exponentiële sterfte. Weet je wat dat betekent voor onze voedselketen?
Wat ik weet over de voedselketen is dat je sneller dik wordt van lange koolhydraten. Dan van snelle. En dat honing ook gewoon lange koolhydraten zijn. Anyway, wat ga je aan doen? Maar het gaat er toch niet om wie eruit ziet? Waarom niet? Als je jezelf een beetje verzorgt, luisteren mensen ook veel sneller naar je. Kijk naar mij. Als ik zeg dat ik ga staken voor het klimaat, komen er gelijk 12.000 mensen naartoe. Wil jij dat niet? Zou ik je niet helpen? Ik zou ook wel zo'n platform willen, maar hoe dan? Kijk me gewoon heel even wat er in je kast hangt en pak me wat van die coole sneakers van je broer. En dan stuit ik jou tot een echte Insta-babe. Wacht maar, als ik met je klaar ben, dan ben je de nieuwste klimaatinfluencer van Nederland. Nou ja, voor het goede doel wil ik daar nog wel over nadenken. Maar nu eerst de spandoeken. Wat ga je erop zetten? Wij protesteren terwijl we moeten. Ja, grappig. Oké, serieus. Wat ga je erop zetten? There is no planet B. Pitten. En ook het Engels? Ik ben gewoon leuker. Als Rutte door blijft dromen, dan gaan wij overstromen. Hé, pap. Ben je nu al thuis? Ja, vroegertje. Voor het feestje. Wat ben je aan het maken? Wat denk je? Het lijkt op een spandoek. Ik ga toch staken voor het klimaat? Dat zei ik nog vanochtend. Oh ja, natuurlijk. Saartje, wat ontzettend goed van je. Weet je wat ik vanochtend las in de krant? Dat cruiseschepen 10 keer meer schadelijke stoffen uitstoten dan alle auto's in Europa. Dus ik draag mijn steentje al bij door de auto te nemen en niet een cruiseschip. Maar een beter klimaat begint bij jezelf. Maar ja, jij vindt het nog moeilijk om het afval te scheiden. Oh nee, heb je mijn moeder voor, toch? Ja. Welke leraren gaan er vrijdag mee? Geen. Huh? Wordt er iets van de school geregeld dan? Nee, natuurlijk niet. Dus er gaan geen volwassenen mee? Saartje, dan wil ik niet hebben dat je gaat. Kijk, het is in Den Haag. Er komen ook superveel ouders mee. Dus wat ik eigenlijk... Nee, ik denk er niet over. Ik ben met een heel belangrijk project bezig bij de gemeentereiniging. Ja, zit je daarom altijd te vissen bij rust was? Zo, waar heb jij het over? Ik zie je er altijd zitten als je bij een gymfiets. Je zit er al weken. Bij nader inzien lijkt het me toch wel een heel leuk idee om mee te gaan vrijdag. Ik geef wel een draai aan op mijn werk. Hey, kunnen we dat van dat vissen tussen ons houden? No props. Wat wil op je spandoek? Ik dacht zoiets van... Ik ben de mensen zat met een voorwiel onder hun gat. Minder CO2. Ik doe mee. Beetje zet. Misschien wel in de eerste 2 regels. Leuk, Robert-Jan. Ga je vast een hoop mensen mee inspireren. Hoe doen we dat vrijdag? De trein schijnt heel erg bij het Malieveld uit te komen. De trein? We kunnen toch gezellig met de auto gaan? Dat is ook veel sneller. Pap! We gaan staken voor het klimaat, weet je nog? Hi everyone. Dit is mijn zusje Saar. De klimaatstaker van Nederland. Maar... Voordat ze het klimaat een makeover gaat geven, geef ik haar een makeover. Ik moet Merel nog bellen. Hoezo? Nou, we vroegen ons af of je al iets had gehoord. Nee, 4:30 pas. Oké, maar wat doe je nu dan? Wat doe ik op de achtergrond? Nee, ik ben gewoon een beetje aan het shoppen. Oké, maar met wie dan? Wat gaat jou dat aan, Aagje? Jeetje zeg, ben je gestrest of zo? Laat maar zitten. Zullen we dan eerst naar Life Sciences gaan? Thank you.
zijn jullie hier gezellig bezig al? Zijn jullie... Lieverd, ben je al thuis? Ja, half dagje vrijgenomen om mee te helpen voor het feestje. Oh. Laten we eens even beginnen met hier wat ruimte te maken. Ja, dan kunnen we daar misschien straks een tapje neerzetten. Misschien een dansvoertje, had ik te denken. Alex, help jij even met die tafel naar buiten te tillen. Ja. Willemijn, waar liggen de versierspullen? Willemijn is er helemaal niet. Oh, waar hangt die nou weer uit? Nou, er moet hier nog heel veel gebeuren. En het is al 4:30. Ja, zo kunnen we hier geen mensen ontvangen. Heeft er iemand überhaupt iets gedaan hier vandaag? Een beetje. Nou, pak de tafel eventjes aan die kant. Oh! 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 Oh, mijn man! Oh, nee! Oh, verdomme! Oh, lieverd! Oh, dat gaat helemaal niet goed! Oh, nee, dat gaat helemaal niet goed! Ik moet zitten! Oh, maar je bent net 2 minuten binnen! We hebben al die avond nog niet aan gepraat! Is dat je rug weer? Ja! Op een zo zwakke plek! Ja! Oh, ik ben helemaal misselijk van de pijn. Kijk, liggen wij even op koud. Oh, nee, de bank. Die rug, dit is helemaal niet goed. Alsof ik het moment uitkies. Nou, ik zet hem alweer uit. Kun jij eventjes mijn telefoon nog geven? Die ligt op het kastje daar. Hé, toestand. Kijk eens. Lieverd, je moet je wel realiseren dat je niet kan blijven wegduiken voor die gevoelens. Maar dan moet je natuurlijk wel echt zelf in die gedachten willen duiken. Hallo, ik ben er weer. Er is hier helemaal niets gebeurd. Ja, dat zei ik dus net ook al. Ja jongens, maar als Merel straks geslaagd is, fingers crossed, staan hier straks een heleboel mensen op de stoep. Dus kunnen jullie even wat gaan doen in plaats van als een stel bommenschapen staan toekijken. Hey, pap. Hè? Hoezo ben je er al zo vroeg? Hé hey Merel, half dagje vrijgenomen, schatje, voor jou. Ah, die steken jullie easy neer. Dat zul je het leven niet zien. The big... easy. Hey, Merel, hoe laat verwacht je nou eigenlijk gebeld te worden? Voor 4:30 moet iedereen gebeld zijn. Derde keer! Oh, wat houden ze iedereen nog idioot lang in spanning. In mijn tijd. Alles beter, lieverd, ja. Met mij? Ja? Wil jij dan zo even de slingers pakken? Slingers? Het is geen kinderfeest, Jan. En is dat topje er nou al? Het zou voor 11 bezorgd worden. Dat vroeg ik dus ook al. Ja. Die wordt even paracetamol misschien, hè? Lieverd, het lijkt eerlijk gezegd wel of jij zwanger bent en niet ik. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het echt reuze fijn dat jij zo inleeft in mij. Maar eerlijk gezegd zou ik wel wat meer fysieke steun kunnen gebruiken. En niet alleen maar emotionele steun. Ik voel me zo ontzettend opgeblazen. Ik heb echt het gevoel dat ik hier elk moment dat raam uit kan vliegen. Iedereen is thuis. Gerver, het is echt zo anders dan toen ik Lieke in mijn buik had. Toen kon ik de hele wereld aan en ik maakte elke dag zo'n dansje op zo'n roze wolk. En nu, ik voel me vooral echt oud. En helemaal als jij bij het minste of geringste als een oude man op de bank kruipt, achter zo'n wounded child, achter zo'n scherm kruipt en met je slappe rug hier een beetje loopt te lafzand. Nou, ik schiet meteen in mijn critical parent rol. Ik krepeer van de pijn. Echt. Als je nog op een scherpje kan kijken, dan krepeer je niet van de pijn. Hier. Oh, ik verga van de pijn.
De misselijkheid, die is gelukkig nu een beetje weg. Kun je anders voor mij even een pakje tukjes halen? Ik moet echt even iets eten. Hoor je nou wat ik zeg? Ja, luid en duidelijk. Alleen denk ik dat de focus nu op mijn rug moet liggen. In plaats van op jouw zwangerschapskwaaltjes. Zwangerschapskwaaltjes? Zwangerschapskwaaltjes ligt hier met je slappe rug op de bank. Even wacht dat ik een tukje ga halen in de keuken. Stil nog even, we zouden het voor ons houden, niet vandaag. Er is hier toch helemaal niemand, lieverd? Oh, Lieke, hè? Nou, we wilden echt net de boel in orde gaan maken, toch? Hoe lang sta je er al? Net lang genoeg. Misschien iets te lang. Ja, dat heb je gehoord. Dat moet ik nog even verwerken. Wat dan? Ja, wat denk je? Lieverd. Loppert Jan. Heerlijk gaat uitrusten, hè? Na een lange dag werk zeker. Nou, zo laat is het nog niet, hè? Nou, kom eens even kijken of ik hier iets voor het feestje kan doen. Maar, ik geloof het niet, hè? Zeg, weet je wat ik gisteren op de televisie zag? Dat programma over de Big Fat Gypsy Party. Ook zo'n asociale familie. Iedereen dronken, altijd ruzie. Tilly. Heel erg leuk idee, maar nu even niet. Ik heb gewoon ontzettend veel last van mijn rug. Ja, dat zie je vaak, hè? Bij mensen met een slappe rug en een dikke buik. Jij wil niet van een stikspek! En je hebt een biertender. Oh, daarover gesproken. Tiggy, heb... nu even niet. Oh, nou. Jan, is dat tapje nou al bezorgd? Tap bezorgd? We weten nog niet eens of Mio geslaagd is. Hoeveel mensen heb je eigenlijk uitgenodigd? De beste vriendinnen van Merel, mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zussen en buurvrouw Tilly. En mijn ouders dan? Echtscheidingsconvenant, bladzijde 25. Op familieaangelegenheden is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen familie. Dus natuurlijk helemaal prima als je je moeder uit wilt nodigen, maar dan ga je wel zelf naast haar zitten. Je bent altijd zo van de regels. Nou, ik vraag het Alexandra wel. Ja. En trouwens, mijn moeder kan wel goed met Alexandra opschieten. Oh, voordat ik het vergeet te zeggen. Ik wil dat Livia erbij is. Livia? Ja. Je kent haar wel, zij was de mentor van Merel in de vierde. Oh nee, vergeten. Je was er nooit bij op oude avonden. Hoe bedoel je Willemijn, Livia, de mentor erbij vanavond? Ja, zij is mijn nieuwe vriendin. Zij is een nieuwe vriendin? Ja, mijn vriendin. Maar dit is een feestje voor familie en voor vriendinnen van Merel. Dan ga je toch niet jouw vriendinnen uitnodigen? Dan zou je ook Brigitte, Vera en Katja kunnen vragen. Dan vraag ik Robin en Henk. Dat vindt Merel vast hartstikke leuk. Robert-Jan, ik nodig niet al mijn vriendinnen uit. Livia is mijn vriendin. Wij zijn verliefd. Oh, Willemijn. Je bent verliefd? Ja. Verliefd op Livia? Op Livia? Maar ben jij dan... Ben jij... Ja, ik ben een lesbisch. Ik ben een lesbo, een pot, een dyke, een hack, een butch, een scissor-sister. Je mag voor mij doen wat je wil. Ik begrijp het niet. Je hebt altijd met mannen geflirt. Ik begrijp het niet. Weet je, wat moet je eigenlijk hier aan begrijpen? Hoe heb je dan een relatie met Livia? Je draagt altijd kort rokje en hakken. Is Livia dan het mannetje? Nee hoor. Wees niet bang. Jij bent nog steeds het mannetje. Nou, dan maar hopen dat onze blonde Saan niet van de melkboerin is. Merel!
roep aan een zaak. Je moeder, en deze keer hoor ik er echt niet bij, die wil iets met jullie bespreken. Oké, Daan, Saar, kom. Kom eraan. Zo, serious shit zie ik. Iemand die heeft zijn laatste oortje versnoefd. Wij moeten iets met jullie bespreken. Jullie weten dat papa en mama heel veel van jullie houden. En dat we altijd het beste voor jullie willen. Ja, pa. En dat we jullie altijd zo normaal mogelijk hebben willen opvoeden. En je mocht de kleren dragen die je wilde. Onze deur stond altijd open, ja, voor verschillende minderheden, hè, in deze maatschappij. Zodat jullie zouden, ja, van jongs af aan zouden leren dat mensen die anders zijn, dat dat ook normaal is. Ja, dat dingen die anders zijn en die misschien niet direct... Oké. Jullie moeder, die is... Lesbisch! Ja! Yes! Yes! Haha, Merel, dat is dan 100 euro. Daan! Doe even normaal! Je hoeft niet zo uit je dak te gaan als je hoort dat je moeder lesbisch is. Wat dan meer dan 100 euro? Oh, niks. Een weddenschap. Holy shit. Ik ben altijd jullie gebeuren echt heftige dingen bij jullie. Echt van die shit die je Netflix-series ziet. Oh, I feel a song coming on. Floris, wat hier gebeurt, dat is pas raar. He? Van de ene op de andere dag... Eerst viel je moeder op een vrouw, en nu van de ene op de andere dag valt ze nu op een vrouw? Oh, dat heet erotic fluidity. Dat is pas een goede song title. Thanks, Sar, dripping with finesse. Nou, ik vind er niks erotics aan. Ik vind het zelfs... Robert-Jan, zo is het genoeg. Nee, Willemijn, dit is anders. Dit is onze familie. Nee, Robert-Jan, dit was onze familie. Kunnen jullie nou niet gewoon een beetje blij zijn voor mij? Hey, peace, ouders. Precies dan. De wereld gaat niet kapot. We hebben hier dadelijk een nieuw feest op te bouwen. Dus we moeten nog even aan de slag. Hop, hop. Nou, alsof dat zo makkelijk gaat. Hop, hop. Ik sta wel even te kijken, hoor. Kom op, pap. Je hebt Alexandra, toch? Je loersje kip? Ja, hop, niet zeuren. Feestje bouwen, met je rug. Maar hoe ben jij dan? Doe normaal aan, Niffel. Dikke stacks, harde packs, maar niet uit aan, Niffel. Ben zo de Bempie, Lambo in je hempie. Wat je ook doet, het is een vis in je dempie. S'avonds die kick, dikke billen niet je chick. Met een mek, met een sek en de bad aan je bek. Dikke jongo, een stony. Je protect is een phony op je Jay-Z high beast. When your goods is geleased.
Ja, huts aan Niffel, doe normaal aan Niffel. Flex een beetje peks, doe normaal aan Niffel. Leuken met je homie. In de bar ben je G-star. Hangen met je sister, ben je niet zo lonely. Je pa is wappie en je ma is een sappie. Maar grappie en mappie, straks zoet als een sappie. Waarom zou ik jokken, joh? Waarom loopt hij? Waarom zou ik jokken, joh? Huts aan even zeggen, huts aan even zeggen, huts. Normaal aan dit voor dikke stacks, waar de seks maar niet uit aan dit voor. Bent op een bambi, op een lamme in je happy. Wat je ook doet, er een vis in je bek. Geen zaal, vis in dik, dikke pillen in je chick. Met een nek in de zek, met een bad naar je bek. Dikke choco is toch je patek. Is het van die op een easy high piece, waar je koetsie is geliefd, zeg. Huts aan dit voor, doe normaal aan dit voor. Flex met je pek, doe normaal aan dit voor. Huts aan dit voor, doe normaal aan dit voor. Flex met je pek, doe normaal aan dit voor. Met je homie in de bar, een beetje een star. Handen met je sister, de baby. Zijn homie in de ballen en zijn mopje en massage. Jokkies, mopje en mopje zo, als een sok. Waarom zo, groepio, haar op je hoofd. Hey, waarom zo, groepio, hey. Zeg huts aan de nippel, zeg huts aan de nippel, zeg huts. Yo. Huts aan de nippel, doe normaal aan de nippel. Flex met je pants, doe normaal aan de nippel. Huts aan de nippel, doe normaal aan de nippel. Flex met je pants, doe normaal aan de nippel. Huts. Tegen de rest van de wereld, maar nu, je zegt helemaal niks meer. Wat moet ik zeggen? Lieverd, er groeit nieuw leven in mij. Laten we samen een beetje zwanger zijn. Waarom kun je nooit normaal zeggen? Laten we samen een beetje zwanger zijn? Deze man, ik weet niet hoe ik me voel. Ik voel me helemaal niet een beetje zwanger. Maar de dag dat jij werd geboren, dat was de allermooiste dag uit mijn leven. En wij zijn met z'n tweeën altijd een team geweest. Ik wil weer een team zijn met je. Echt, alleen ga je sneller, ik begrijp het. Maar samen, schat, samen ga je veel verder. Zoals jij een team was met papa, bedoel je? Nee, nee, dat was echt anders. Het voelde echt niet goed om in een slechte relatie met je vader te blijven. En dat vond mijn therapeut toen ook. En mijn vriendinnen, nou, die vonden het zo dapper van mij dat ik besloot om jouw vader en moeder tegelijkertijd te zijn. En jij was ook een stuk vrolijker toen je vader eenmaal de deur uit was. Lieverd, heb je echt ooit een vader gemist? Misschien wel, man. Ik weet het niet. Nee, ik hoop gewoon dat Robert-Jan wel gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt en dat hij wel bij ons blijft. Oh, daar moet je echt geen zorgen over maken. Je kent Robert-Jan toch? Dat is zo'n heerlijke, degelijke man. En hij is zo ontzettend blij met deze baby. Lieverd, je krijgt er een broertje of een zusje bij. Hoe leuk is dat? En dan moet ik mijn broertje of zusje gaan denken met Daan en Merel en Saar. Wie is mijn zusje? Oh, Merel, hè? Nou, het loopt even helemaal anders dan gepland vandaag. Ga jij heel even zitten. Er is namelijk iets wat Lieke misschien iets eerder heeft gehoord dan de bedoeling was. Het is namelijk zo, lieverd. Jouw vader en ik, wij zijn zwanger. Oh. Holy shit. This
party is getting better and better. Even denken. Mijn vader is zwanger met jou? Ja, hoe leuk is dat? Maar hoe? Merel, het laatste waar we vandaag in geïnteresseerd zijn, is de question. How did it happen? Jouw vader met mijn moeder. Het is bijna net zo gênant als de biologieles. Een condoom over op een namaak plastic penis. Ja, fucking gênant. Nou, jongens, ik denk echt dat we dit allemaal gewoon even moeten laten bezinken, dit nieuws. En laten we dit gewoon een plekje geven. Een plekje in de ruimte. En laten we vooral vandaag focussen op wat belangrijk is. Merel, ben je al gebeld? Floris, jij moet ze toch ook bellen? Oh, Floris, moet jij niet naar huis? Nee, kijk, ik heb onze huistelefoon doorgeschakeld naar mijn mobiel. Maar je ouders dan? Working 9 to 5. En ze gaan er trouwens toch vanuit dat ik geslaagd ben. No reason to be afraid. Maar wat denk je zelf? Nou, kijk, wat ik in ieder geval zeker weet, is dat het geen 24 karat magic in the air is. Als ik gezakt ben. Maar kijk, Neil, jij kan nog zeggen dat je ouders gescheiden zijn. Dat je moeder opeens lesbisch is. Dat je vader een kind krijgt. Dat is genoeg voor 3 trauma's. Maar wat zeg ik? Dat je ouders leuk, aardig en betrokken zijn. Ja? So what can I say? Te dom. Te ongemotiveerd, te laks, weet je. Ik kan helemaal niemand in mijn leven de schuld geven. Mijn ouders, ja, die zijn gelukkig getrouwd. Ze zijn geslaagd. Ze regelen alles voor me. Ze steunen me. En als ik bijles nodig heb, dan krijg ik die. Alles is just fucking perfect. Eigenlijk, als ik erover nadenk, is dat allemaal best wel traumatisch. Want het kan niet zo zijn dat ik niet slaag in het leven. Dan ben ik een complete fucker. Dat klinkt best wel kut. Nou, dat klinkt het niet alleen, maar dat is het ook. Want weet je wat er namelijk gebeurt als ik gezakt ben? Dan worden mijn ouders niet klaar en kwaad. Nee. Dan willen ze zo'n we are family coaching gesprek. Zo van, how do you feel right now? En wat hadden wij of jij anders kunnen doen? Oh, wat erg voor je, Floris. Echt nog veel erger dan mijn moeder. Want kijk, die is in totale controle. En dan gaan ze me steunen. Helemaal onze boekje met alles erop en eraan. Everlasting love. Maar ik. Dus echt totaal geen zin in. En dan vragen ze het allerergst wat er is. Wat kan je hiervan leren? Oh! Jongens, ik wil gewoon dat zij lekker kwaad worden. En dat ik lekker terug kan schreeuwen. Dat zij er een paar zijn, dat zij aan zijn ouders zijn. Die zich niet in mij kunnen verplaatsen. Dat zij er een puinhoop van gemaakt hebben. En dan kan ik met een paar deuren smijten. En zij ook. En dan is het klaar. Dat zou ik willen. Echt zo kut zo'n ideale jeugd. Oh nou jongens. Dat wordt echt steeds gezelliger. We gaan er gewoon vanuit dat iedereen geslaagd is. Jij geslaagd, Knoos. En jij natuurlijk ook, hè Merel. Vind je jezelf alweer niet in staat om ooit nog
irritant. Heeft mama weer in mijn magister zitten kijken en de school zitten bellen of ik mijn lunch wel bij me had? Waarom vertrouwt ze me gewoon niet? Echt, seriously. Ja, zo is ze gewoon. Ze is een totale control freak. Kan ze niks aan doen. Misschien dat Livia nog iets gefixt aan haar kan krijgen. Papa kon er echt niks tegen inbrengen. Speaking of control freak, heeft ze nou geregeld dat je niet naar Tanzania hoeft? Niks geregeld. Ik hoef alleen niet te gaan als ik gezakt ben. Dan betaalt de annuleringsverzekering uit. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Dat moeilijk een jaartje aanpoten bij de Maasai, hè, Merel? Bruh. Dat wordt inderdaad heel veel vervelen en zweten met vliegen in je neus. Eigenlijk heb ik nooit geloofd in dit verhaal. Maar ik durfde gewoon geen nee te zeggen. Ik zou echt veel liever met jou naar de uni willen gaan. Nou, dan doe je dat toch? Je zegt gewoon, sorry, I ain't going. Dat verdacht ik. Echt lachen. Dat kontje me filmen voor op je kanaal. Ik vind het nogal wat als je niet gaat. Robert-Jan en Willemijn hebben hier behoorlijk wat tijd in geïnvesteerd. Tijd, geld en moeite. Beetje verwend, hè, om het zomaar uit je handjes te laten vallen. Maar wat maakt het nou uit? Ik bedoel, ze zegt gewoon sorry. Dus eigenlijk maakt het vrij weinig uit. Dan gaat ze niet. Boeien. Precies. Boeien, Ruud. Boeien. Boeien. Ik weet nog niet hoe ik het ga zeggen. En ik weet mijn hele leven al niet wat ik wil. En nu weet ik het één keer wel. En ik ga het één keer voor mezelf kiezen. Ik ga niet naar Tanzania. Echt, ik doe het gewoon niet. Ik ga gewoon niet. Lekker allemaal hoor. Je vader lijkt al weken werkeloos. Je moeder heeft een relatie met je mentorjuf. Mijn moeder is zwanger. En dan kom je ook nog even vertellen dat je een gap year van 10.000 euro niet gaat doen. Prima dagje. Wacht. Je moeder is zwanger? Ja. Hoezo? Tering! Ja, jongen. Je krijgt er een broertje of zusje bij. Neem maar aan het idee. Ja! Max, jij niet. Wij. Jammer dan. Ik ga niet naar Tanzania omdat iedereen hier in de shit zit. Met mijn vader en jouw moeder heb ik niks te maken. Ik vind overigens wel dat Saar altijd al een punt heeft gehad over dat ethical egoism. Ik ook. Saar, ik heb je altijd onderschat. Je bent een beast. Yeah! Maar even seriously, wat ga je nou tegen ze zeggen? Nou, dat je nu eindelijk inziet dat je het alleen maar deed om je gebrek aan eigenwaarde op te vijzelen. Ten koste van het geluk van die arme Maasai-kindertjes. Je hoeft toch niet de waarheid te zeggen? Het doel heiligt de middelen. The most alerting thing a woman can have is confidence, toch? Ja, wow! Nice, deep thought. The young thing rules it all. Nee, ik ga er niet om liegen. Ik ga gewoon eerlijk zeggen dat ik er nooit in heb geloofd. En misschien ben ik wel gezakt. Dan lost het probleem zichzelf gewoon op. Dat denk ik niet. Maar goed, dat is dan gefixt. Meer, zullen we nog chillen, boom of zo? Boom chicka boom chicka boom chicka wow wow boom chicka boom chicka boom chicka wow. Vind je jezelf alweer en niet in staat om mooi nog
zie jij er prachtig uit. Heb je een nieuw geurtje of zo? Dat is marihuana nummer 5. Zeg, schatje, mag ik vanavond eindelijk bij je slapen? Dat is zo lekker. Eeuw, man, dat is helemaal niet te zien hoor. Zeg, lieverd. Moet jij niet op je eigen telefoon letten? Staat eigenlijk je telefoon wel uit? Of in ieder geval het geluid aan? Ja, tuurlijk. Hey, goedenavond allemaal. Hi, pap. Mijn werk is voor vandaag erop, hè. Zeg, Willemijn, is het feestgedruis nou al losgemaakt? Nee, pap, we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn. Oh. Livia, dat is toch niet normaal? Je kan die kinderen toch niet zo lang in spanning laten? Ah, lieverd, je bedoelt de ouders zeker? Ja, die ook, ja. Nou, opa, wist je het ook? Je dochter is opeens lesbisch geworden. Misschien als jij op je steady was geweest, dat het dan niet was gebeurd. Ah, Robert-Jan, even dimmen, hè? Ja, ik ken Livia al. Wat een verademing moet dat voor jou zijn, na al die jaren. Met Basje de clown. Ik ben helemaal akkoord. Ik ben trots op je, meisje. Kennen jullie elkaar dan? Klein dorp, hè, ons kent ons. Maar goed, het is natuurlijk nog wel heel frustrerend dat we nog steeds niet weten waar we aan toe zijn. Ja. Willemijn, laat het los, laat het gaan. Loslaten, of mijn dochter geslaagd is. Mama, hou op! Ach, lieverd. Pap, mam, ik ga niet naar Tanzania. Lievertje, dat kan je toch helemaal niet zeggen? Je weet helemaal niet of je geslaagd bent. Dat maakt me niet uit. Ik ga niet en ik doe het gewoon niet, of ik nou geslaagd ben of niet. Zie je het? Heeft dat gesprek met die mevrouw van Kiespijn je toch overtuigd? Welk gesprek hebben jullie het over? Oh jongens, ik wil me echt nergens mee bemoeien. Maar misschien hebben... Ik zou me er inderdaad maar even niet mee bemoeien. Wat maakt het uit? We hebben haar vanmorgen even gesproken. Niks belangrijks. Niks belangrijks? Het resultaat is dat Merel niet naar Tanzania gaat. Wat gaat ze dan nu in godsnaam met haar leven doen? Tanzania zou een fantastische ervaring zijn geweest. Ik heb een collega die heeft een zoon, die heeft ook jaren in Tanzania gezeten. Pap, die ging naar Ghana. En krijg je dan ons geld terug, hè? Als je niet geslaagd bent, Mereltje. We hebben meer dan 10.000 euro aan bureau Kiespijn betaald. Als ik geslaagd ben, krijgen we niks terug. Helemaal niks. De verzekering is niet van toepassing. Oh, dan maar hopen dat je gezakt bent. Nou. Ja, top. Inspireren en stimuleren zeker, Robert-Jan. Misschien, hè, als familie zouden jullie wat opener met elkaar kunnen communiceren. Jij zei het laatst ook, Willem, maar het is zo fijn dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen, toch? Echt alles tegen elkaar kunnen zeggen. Fijn. Zeggen, mama. Hoe lang heeft jij erover gedaan om mij te vertellen dat ik er een broertje of zusje bij ging krijgen? Wat? Krijgen jullie een baby? Hoezo? Willemijn. Niks geen Willemijn. Wie wist hier allemaal van? En ik wist van niks. Wat een farce. Jongens, echt verschrikkelijk. Wie wist hier allemaal van? Ik wist van niet. Zie je nou, Olivia, waarom ik van die vent af wilde? Echt, verschrikkelijk. En die man, verschrikkelijk. Hoe zei je het? Van mijn moeder? Nou ja, zie je nou, Olivia, waarom ik van die man af wilde? Ik en mijn kinderen zeggen tenminste wel alles tegen elkaar. Nou, dat weet ik nog net zo niet, hoor. Wist je bijvoorbeeld dat je zoon en je vader samen in een wiethandel zitten? Wiethandel? Jullie hadden nog beter dan sneakers. Wat is dit wietverhaal ineens? Wiet? Ik doe niet aan wiet. Ik doe alleen de website, niet aan wiet. Wiet alleen, maar niet wiet. En pap. Jij helpt die jongens hierbij? Ben je nog helemaal besomerd? Moet ik dan niemand meer hier vertrouwen in het huis? Moet ik je soms in het tehuis stoppen en de sleutel meenemen? Lief, kom eens. Kom, hier. Je weet het wel. Relax. Adem in. En jij dan? Hoe, wie, wat, waar, waarom? Het geld natuurlijk. Get rich or die trying. Geld kan toch niet de reden zijn? Als je hulp nodig hebt, dan kun je dat toch vragen? Nou, nee dus. Want als jij geen baan hebt en 10.000 stort op een kansloos project in Tanzania... Geen baan, Robert!
is dit voor gek verhaal? Ik ruik het ineens. Jij zit ook in het complot. Nee, gewoon een blootje voor de ontspanning. Adem in, adem uit zeker. Hij zit daar nog te vissen bij Rustland. Nou Alexandra, het gaat nu even niet om mij. Het is vandaag een hele belangrijke dag voor Mereltje. Merel, papa en mama moeten toch betalen. Papa, ik ga niet naar Tanzania. Nee, ze blijft bij mij. Een Mereltje wil liever bij Floris blijven, pap. En het zou sowieso wel leuk zijn dat er tenminste één koppel deze avond bij elkaar blijft. Oh nou jongens, laten we rustig blijven met z'n allen. Rustig blijven. Dat is voor mij nu ook even heel erg moeilijk, eerlijk gezegd. Er gaat hier niemand uit elkaar, horen jullie dat? Robert-Jan, sinds wanneer heb jij geen baan meer? Nou, een paar weken geleden. Maar waarom heb je me niets verteld? Nou, ik heb geprobeerd. Proberen! Het blijft bij jou altijd bij proberen. Wees een man. Wees een vent. Bal op je stuur. En draai er niet altijd omheen. Je hebt geen baan en je krijgt een baby. Ja, Robert-Jan, je zult er nog echt een keer je verantwoordelijkheid moeten nemen. Waarom zit je in de zo slecht had gemaakt. Oh? Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat zou ik doen. Ja. Oké. Is goed. Heel erg bedankt. Ja. Dag. En als iemand in de familie geslaagd is, is iedereen een beetje geslaagd. Zijn we perfect? Nee, tuurlijk niet. Zou ik ooit willen ruilen? Nee, tuurlijk niet. Morgen weer een nieuwe dag. Subscribe, like, kusjes! Thuis en dan een vette attitude. Wel 50 vrienden om haar heen en dan opeens staat zij alleen. Het was alleen een beetje aandacht dan ze vroeg. Ah, het is niet wat het is.
fascineren. Ja, ik zit zelf nog even bij te komen. Wat een voorstelling. Wij gaan allemaal gezellig met elkaar een drankje drinken. Maar ik wil toch nog, dit is echt heel bijzonder. Jonge papegaaiers uit het ei, allemaal nieuwe gezichten. Een grootmoeder en een kleindochter op het toneel. Hoe bijzonder is dat ook? Mag ik nog één keer een geweldig applaus voor de cast. Dolfijn van Heden. Michiel van Zessen. Fiona Aafkind. Carina. Vanessa van Rappert. Pedro Doerslag. En dan de toekomst. Jip Kerkmeester. Femke Nolle. Bibi Wiersma. Aria Leningers. Hein Riegers. En Alexander Leningers. Applaus voor de geweldige band achter de schermen, onder leiding van Nicky den Bos. En dan kan het alles niet zonder een waanzinnig team achter de schermen natuurlijk, maar ook wel voor de schermen. Mag ik een geweldig applaus voor de productieleider Charlotte Etterkin. Voor altijd weer Carla Janssen Heuvel. De kleding en de styling helemaal verzorgd door Mariette Luiper. Kat en Schoen, Marion Kamperman en Saskia Wilkes. Dan, dames en heren, het geweldige lichtontwerp, alweer verzorgd door René Rekers. De geluidstechniek, ook de duurzamer, Johan van Sitten, achter mij. Theater- en videotechniek, hier achter mij, Bram van Stijn. Het programma is verzorgd door Simon Woertman, maar ik wil ook nog een paar mensen noemen. En dan kom ik tot de grand finale. Het script en het idee is door onze eigen mensen geschreven. We hebben ook geweldig applaus hebben voor Sabine Vijf van Draat, Sophie van Haas, Petter Leeningen en Leonieke Oost-Zimmer. En daar zijn we ook super trots op, onze eigen papegaaiers. Maar dan, dit had natuurlijk allemaal niet gekund. Ik heb hem zien lijden, ik heb hem zien zweten, ik heb hem zien rustig worden, ik heb hem zien boos worden. Onze regisseur, mag ik naar voren halen, Adjus Bouwman. Daarmee is de avond een einde. We nodigen u allemaal gezellig uit om een drankje te doen in de bar. Blijf zo lang als je wil. Mensen die niet lid zijn van de papegaai, word lid van de papegaai. Ik zie jullie allemaal terug in het Lustrumjaar. 100 jaar bestaan. Mooie, fantastische producties gaan we weer draaien met elkaar. In december natuurlijk de gevulde papegaai. De papegaai leeft en bloeit als nooit tevoren. Dank jullie wel voor jullie komst. En we zien elkaar snel.